De protestactie van de activist Stefano Biervliet heeft niet veel mensen op de been gebracht. In tegenstelling tot 17 februari is er vandaag op het Kerkplein geprotesteerd tegen het beleid van de regering. Biervliet gaf aan dat bepaalde studenten die deel wilden nemen aan het protest onder druk zijn gezet. Ook vandaag hebben verschillende sprekers het woord gevoerd. Er is onder andere aangehaald dat de regering naar huis moet en dat de leefsituatie voor jongeren steeds ondraaglijker wordt. Er zijn situaties geweest waar heel wat docenten aan de studenten uitleggen dat als je protesteert, moet je klaarstaan voor de consequenties. Hebben deze studenten geen rechten, mensen? Is het niet hun democratisch recht om te komen protesteren? Arkibranagasa. Het probleem is veel erger dan wat het lijkt. Het probleem is, er zijn duizenden afgestudeerde studenten die geen werk kunnen vinden. Rukono de Moro, de prijs in Awitre Opo, die gaan naar 100% dat schrijf in mijn next na. Daarom heb ik die brader aan de brade jongen, we zien zij zijn akondre, we zien zij zijn akondre. Uno mamoro, de atrasa apamoride, dat was een bepe amoride dat de mafura moni. Verder is er door sommige sprekers aangehaald dat er bewust gestemd moet worden. Een vertegenwoordiger van de Vereniging van Medici in Suriname haalde de pijnpunten van deze sector aan. Ja, je gaat moeten stemmen tegen deze regeerders, mensen. Er zijn een heleboel jongeren die niet weten wat ze moeten doen. Eén boodschap voor jullie vandaag. Als jullie thuis blijven, zorg je ervoor dat deze mensen gaan. Ze gaan blijven. Ze gaan blijven. So whatever you do, je bent 18 plus, stem bewust. Laat je stem niet verliezen, mensen. Dat kankerpatiënt en wakkit op de race aan onzekerheid de. Maar money de, met biggie passen voor. Zijn hier de maïtaki. De maïtaki, we asfalteren een straat. Maar als straat die dat, ammoni zang, de maïtaki voor asfalteren een straat die dat. Abe kapot ammoni voor jeb asiki zwang. Dat is een probleem voor asiki zwang in Suriname. Dat waren enkele bezorgde burgers die vanmorgen een spreekbeurt hebben vervuld tijdens de protestdemonstratie georganiseerd door Biervliet op het Kerkplein. Ze hebben onder andere hun bezorgdheid geuit over de economische en financiële situatie in het land. Het protest heeft enkele honderden studenten, senioren burgers en andere bezorgde burgers op de been gebracht.